Welkom bij deze marktupdate van BNP Paribas. De onderhandelingen tussen de VS en China staan weer hoog op de agenda. Volgens bronnen in het Witte Huis zou een gedeeltelijke deal zelfs binnen handbereik zijn. De olieprijs trok wat aan naar de bevestiging vanuit de OPEC dat men besloten heeft de productie verder te beperken. Eerder op de dag waren er nog sterke banencijfers die met gejuich ontvangen werden. Uiteindelijk waren er weer goede macrocijfers ook uit Japan, waar het bruto binnenlands product met bijna 2% aantrok op jaarbasis. Daarnaast lieten macrocijfers uit China een daling van de export zien. Toch sloten de Aziatische indices licht hoger. In Amsterdam opent de beurs vanmorgen naar verwachting onveranderd. Komende week is er veel aandacht voor de Federal Reserve Bank en de ECB die met rentebesluiten komen. En donderdag zijn in het Verenigd Koninkrijk de parlementsverkiezingen. Bij KLM Air France steeg het aantal passagiers over november met 1,3% op jaarbasis. Ten opzichte van oktober was er echter wel een daling. En Philips zet groots in op een Amerikaanse healthcarebeurs met slimme MRI-scan apparatuur. Deze werkt samen met kunstmatige intelligentie en kan daardoor sneller scans maken. Bij de analisten zet Stifel Argenx op kopen koersdoel 153,80. Goldman zet Daimler op verkopen, koersdoel 36. En Goldman zet Airbus op kopen, koersdoel 158. KBC zet Alfa op kopen, koersdoel 20. En ING zet AMG op kopen, koersdoel 35. En ING zet Boskalis op kopen met een koersdoel van 26,30. Morgen is er weer een markets update van BNP Paribas.